Ik leg jullie de casus voor van mevrouw Dikkie. Mevrouw Dikkie is 62 jaar, heeft diabetes type 2 en reumatoïde artritis. Mevrouw Dikkie zit heel veel thuis, houdt van snoepen en heeft als hulpvraag helpen met gezond eten te koken, want dat is beter voor mijn gezondheid. Op deze manier worden de ziektebeelden alleen maar erger. De pers toegelicht, mevrouw is niet in staat een gezonde maaltijd te bereiden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de pijn in haar handen. En als symptomen geeft mevrouw Dikkie aan dat ze erg vermoeid is. Dat ze bijna de hele dag in bed ligt. En ze gaat alleen nog maar naar buiten om boodschappen te doen. Kat!